Woensdag 16 maart 2022 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in de gemeente Best. En daarom heeft Plein Best het idee geopperd om alle politieke partijen in Best uit te nodigen en hen 6 vragen voor te leggen. 5 vragen krijgen ze van tevoren en kunnen ze over nadenken. En de 6e vraag wordt een verrassingsvraag. Het interview wordt door mij afgenomen, Henk van den Heuvel. En gefilmd door Tom Lassink en Tjeerd Martens. We gaan vandaag in gesprek met Rob Vader en Steven van der Heijden. Rob is oud-gediende, raadslid namens PvdA altijd geweest. Zeker. En dan 12 jaar heb ik net begrepen. Het is net, dit is mijn 12e jaar als ik het afsluit met de verkiezingen. Ja. En dan nog. En Steven is een groentje. Een groentje, ja, nog redelijk jong, nieuw in de politiek, in de beste politiek. Waarom? We zijn een gezamenlijke lijst voor de eerste keer. GroenLinks doet voor de eerste keer mee in Best. Ja. Maar wij zagen een goede samenwerking met de Partij van de Arbeid. Ja. Misschien zijn we al vooroplopend op het landelijk dat Best een primeur heeft. Ja. Maar daarom dachten we, samen komen we verder en staan we sterker. En kunnen we beter de inwoner van Best bedienen. Dus daarom dacht ik, hey, is het leuk om met z'n tweeën te komen. Vanuit de GroenLinks kant, maar ook al de ervaring van Rob vanuit de Partij van de Arbeid erbij te hebben. We willen zo snel mogelijk van het gas af. Het liefste doen we dat ook zo snel mogelijk. Maar praktisch is het gewoon nog niet zo ver. Er zijn nog geen goede alternatieven op dit moment. Of alternatieven die ook nog te betalen zijn. Want we willen niet de inwoner van Best opzalen met enorm hoge kosten om voorop te lopen, om te experimenteren. Experimenten zijn goed, maar je moet wel de burger, de inwoner van Best meekrijgen. Er zijn heel veel daken waar wel zonnepanelen op kunnen. Worden niet gebruikt. Plus een rol echt voor de gemeente om te kijken of via regelingen en misschien wat subsidie, met name huizen die waar we de wind doorheen blazen van voor naar achter, die zijn er natuurlijk genoeg in Best om daar echt stappen te maken in de isolatie. Communicatie in West heeft af en toe wat uitdagingen, dat ben ik met je eens. Ja, waar dat door komt? Het is natuurlijk ook heel lastig. Vroeger had je een overheid die heel erg van top-down werkte. Ja. En nu zie je dat we steeds meer bottom-up gaan werken. Ja. Inwoners vinden steeds meer van verschillende dingen. We willen steeds meer mee participeren. En in overheidsland gaan die beweging, die omslag van top-down en weer omhoog, van top-down en nu bottom-up, dat duurt langer. Nee, dat is een utopie dat er meer mogelijkheden zijn. Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat een fusie of een wijk worden financieel niet veel oplevert en in sommige gevallen juist minder. Een fusie moet eigenlijk van onderop komen, vanuit de gemeente zelf, voldoende draagkracht hebben en er moet sprake zijn van bestuurskrachtproblematiek. Sportvoorzieningen zijn prima, de culturele voorzieningen, precies. Dat is wat uitdagender in Best. Je kan ook jongeren echt inspraak geven. Ja. Een voorbeeld, even een zijsprongetje. Jongeren kunnen nu op dit moment niet in Best blijven wonen. Ze gaan naar Eindhoven, naar Tilburg, naar Den Bosch. Er zijn meer woningen. Daarmee verlies je eigenlijk een bruisend centrum. Maar juist dat faciliteren, dus zorgen dat jongeren hier kunnen blijven wonen. Maar ook hun inspraak geven. Bijvoorbeeld laat ze activiteiten organiseren. Als er een feest in het dorp is, zijn er altijd heel veel jongeren. De kermis, voor alles. Ze zijn er wel, maar er moet wel iets zijn voor jongeren wat ze aanspreekt. Ik ben zelf geboren getogen in Best. Ja. Ik ben ingeschreven op Alische Erven, omdat ik een woning wil vinden. En dan zie ik dat de prijzen daar beginnen met €390.000. Ja. Dan zeg ik de moed mij in de schoenen. Ik heb een studie afgemaakt, ik heb een baan gevonden. Ik kan hier geen toekomst vinden. Je moet natuurlijk goed je dienst kunnen verlenen. Maar ook zaken als bijvoorbeeld de arbo-wetgeving die voorschrijft wat de kwaliteit van het werken moet zijn en dergelijke. En dat betekent heel veel voor het gebouw zelf. Dus er zijn toen een aantal overwegingen gepakt. En daar is toen als meest voor de hand liggende dit oplossing gekomen. Het oude gemeentehuis laten staan zoals het nu is of verbouwen tot het wat is niet in lijn met het streven om goed uit te stralen dat ook een gemeentehuis duurzaam kan zijn. Ja. Dat halen we niet met wat hier en daar wat aanpassingen te doen. Dus willen we echt aantonen, en ik vind het heel erg belangrijk dat de gemeente dat doet, willen we echt aantonen hoe het kan met duurzaam verbouwen en dergelijke, dan zullen we toch tot een nieuwbouw moeten komen. Nee, maar wij gaan echt de verkiezingen in als eerlijker, socialer en duurzamer. Ik bedank jullie heel hartelijk voor dit gesprek. Ja. En we hopen dat jullie evenveel zetels krijgen als... Zeker. Als jullie willen. Bedankt. Dankjewel. Super, dankjewel.